see me as your enemy or see me as your friend. It is 19 months since I was there and held you in my hand. It is 18 since I told you and you took away my name. Now when you saw me, you turned away your head. You won't forgive me, and now we'll understand. Now and then. Used to be your future, now you see me as your end. When you're hiding, we're colliding. Better be and stop pretend. I was silent, you were blind. Better leave those fears behind. If you're still bleeding, see me as a friend. You won't believe me, and now we'll understand. Now and then. Now and then. You won't believe me. Won't be an end. I know you're done, ignored and gone, but I'm around. If you see light and fight in me, you'll be your enemy. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe december vlog. Het is vandaag, dat gaan we zo gelijk doen. Ik mag een vakje openmaken in mijn Rituals adventkalender, helemaal vergeten. Maar het is 8 december, dus ik ga vakje 8 straks openmaken. Leuk dat jullie kijken, vandaag een day in my life. Het is vandaag dus 8 december en dat is een dinsdag. En ja, ik ga heel veel kort bijpraten. Ik moet mijn haar trouwens zo even nog fixen. Ik heb met nat haar geslapen, dus het was vanochtend helemaal ontploft. Dus ik heb nu even wat olie en dingen ingedaan en ja, that's it. Maar het leek me leuk om een day in my life wat meer te gaan doen. Dus een dag in mijn leven. In plaats van weekvlogs, omdat twee redenen denk ik. Eén reden. Ik denk één reden. Of twee, I don't know. Ik ben trouwens ook een beetje schor. Maar dat komt omdat ik heel hard heb gepraat afgelopen weekend. Want we hadden dobbel spelletjes en dingetjes en dat was echt heel erg grappig en dan ga ik echt schreeuwen omdat ik het spannend vind. Maar goed, wat ik wil zeggen is, wat wil ik zeggen, oh ja, weekvlog. Ja, ik ben zeg maar in één week op drie plekken tegelijk. Mijn ouders zijn gescheiden, dus ik woon officieel zeg maar thuis bij mijn moeder. Dit is ook het huis waar ik altijd heb gewoond. En daarbij ga ik ook heel vaak naar mijn nieuwe huis bij mijn vader. En daar komen de verhuisvlogs dus eindelijk van aan. Echt, oh, het heeft even geduurd. Maar je moet altijd wachten op de oplevering. En toen konden we pas verder. Dus ja, dat komt er dus nog aan. De tweede staat al online, 8 december. Dus die komt vandaag online. Gezellig. Als jullie dit zien, staat die online. Ik zal hem hierboven even linken. Maar goed, in het nieuwjaar komen de rest allemaal online. Dus in januari komt de rest allemaal online. Helemaal leuk. Maar wat ik wil zeggen is dus dat ik daar ben. Ik ben hier in een week en ik ben heel veel bij mijn vriend. Dus ik ben op drie huizen eigenlijk in één week. En dat is heel chaotisch. En voor mijzelf is het ook niet heel chill. Ik merk het ook zeg maar mentaal dat ik gewoon niet mijn ritme kan vinden. En heel gespannen ben. En ja, eigenlijk wil ik gewoon één huis waar ik gewoon altijd ben. En waar ik gewoon mezelf weer kan opladen zeg maar. Dus in het nieuwe jaar komt daar zeker verandering in. En ik weet niet hoe het allemaal gaat worden en zijn in... He, je kan niet in de toekomst kijken, maar daar wil ik wel op letten. Dus dat gezegd hebbende, leek mij een weekvlog gewoon, ik weet niet. Ik ben altijd overal nergens. Ik ga ook niet bij mijn vriend en zo vloggen, want mijn vriend hoeft zelf ook niet echt specifiek in beeld of zo. Ik bedoel, hij vindt het niet erg
Als je even iets zegt en dat komt op beeld of voor een paar seconden, maar je hoeft niet echt die camera de hele tijd op zijn neus. Dus dan ga ik daar ook natuurlijk niet vloggen. En ja, mijn zus mag voor haar werk niet op de vlog. Wat heel jammer is, want dat vond ze altijd niet erg. En ja, mijn vader zo vinden dat allemaal geen probleem. Maar goed, jullie snappen vast wat ik bedoel. Dus een beetje struggles. Dus ik dacht een day in my life, helemaal gezellig. Beetje een lange intro, maar goed, we gaan vandaag beginnen. Ik heb niet echt een planning vandaag. Eigenlijk niet gewoon. Ik heb best wel een chille dag. En ik wil nog gaan sporten vanavond, dat dan wel. Ik heb gisteren ook gesport, maar vanavond wil ik weer sporten. Ik zal even mijn outfit laten zien. Het is echt een chill outfit. Ik draag namelijk deze trui van de Bershka. Die vind ik echt heel chill. En gewoon een legging met fluffy sokken. Ik ga straks nog even naar de Jumbo, want ik moet nog wat pakketjes op de post doen. En ik wil nog wat lekker eten halen, want we gaan vanmiddag of ga ik als lunch wafels maken. Maar dan wel gezonde. Dus ja, dat ga ik ook nog doen. Oké, ik heb gisteren mijn parfumstash weer uitgezocht. Maar het geurtje, ik had eerder dus altijd twee van deze planken. Echt, het sloeg nergens op. Maar het geurtje die ik vandaag op ga doen, is denk ik deze. Echt heel simpel van de Action. Deze, dat dacht ik al. Dat is deze van Playboy. God, dat ging even helemaal fout. Maar dit brings back memories, echt. Daardoor heb ik hem gekocht. Als ik deze opdoe, moet ik echt aan vroeger denken. En voor de rest heb ik eigenlijk niet echt geuren van de Action als goedkope aanrader. Maar deze wel. En hoe mooi zijn mijn eigen nagels. Ik heb ze dus weer laten doen. Zo mooi. Er zit een soort marmer effectje in. Echt zo blij mee. Het zijn dus mijn eigen nagels. Echt, wie kan dat geloven? Ook in mijn kamer heb ik de kerstboom gezet. Hoe leuk. Als je die video wil zien, moet je even die Intratuin vlog kijken. Ik zal hem even linken. Maar deze kerstboom komt van de Intratuin. En de ballen en zo zijn van de Action. Echt te cute. En dit zit er tot nu toe in de adventkalender voor Rituals. Dus ik ga nu vakje 8 openmaken. En we hebben dus twee bomen. Echt mega leuk. En daar, mijn moeder is nu aan het werk. En hier staat de adventkalender. Even kijken, vakje 8. Waar is 8? Oh, hier. Oeh, dit is een hele grote. Ik ga het nog niet lezen, want dan staat het altijd afgeklapt. Oeh, gezellig. Oké, vakje 8 is... Oeh, oh, dit is volgens mij voor de mannen. Organic bamboo en sandalwood shower foam. Deze donkergrijze is volgens mij voor mannen. Maar dat vind ik niet erg. Maar volgens mij is dit voor mannen, dus dan geef ik hem lekker aan Sander. Hoe cute. Oké, ondertussen is het alweer 10:15 en is het tijd voor mij om te werken. Dat doe ik thuis. Ik werk voor YouTube en Instagram. Dus dat ga ik nu doen. Mailtjes beantwoorden, vlogje editen. Dus ja, laten we beginnen. Daar heb ik trouwens twee computers. Of laptop en computer. Ik heb de iMac en de MacBook. En de standaard die ik daarvoor gebruik is echt super chill. Kun je namelijk zo neerzetten en dan kun je zo bezig. Het is echt heel erg handig, dus die zou ik even in de beschrijving linken. They don't mean as much to me as I used to believe the day. Uiteraard doen we deze op. Zoveel zin in die dagen dat niks moet. En we zijn alweer een uurtje verder en ik heb alvast een deel van de vlog geëdit en mail gedaan. Voor nu vind ik het mooi geweest. Ik doe hem lekker dicht. Ik zei al dat ik vandaag niet veel op de planning heb. Dus ook qua werkdingen is het eigenlijk een beetje mijn vrije dag. Ook die plan ik gewoon in. Ik vind niet dat je elke dag per se werk moet hebben als je niet per se hebt. Dus waarom zou je dat dan doen? Ik heb wel trouwens nog wat samenwerking voor Instagram. Maar daarvoor heb ik een fotograafje nodig. Dus dat ga ik nog een andere dag even regelen. Voor nu even opruimen. Want dat doe ik altijd. Ik kan niet leven in rotzooi. Ik ben echt een beetje autistisch daarin. Zo, mijn toetsenbord moet aan de lader. En dan ga ik jullie nu meenemen naar iets. Want ik heb eigenlijk iets heel erg leuks gedaan voor de feestdagen. Ik neem jullie mee. Goed, we zijn op zolder en ik heb hier drie pakketjes. Ik ga het jullie even laten zien.
Zo, ik heb hier dus 3 pakketten en ik heb er al wat weggedaan. Ik zal jullie even uitleggen wat het precies is. Dit is bijvoorbeeld 1 doos en daar heb ik allemaal beautyproducten in die ik zelf niet meer, of eigenlijk niet gebruik. Die zijn nog nieuw. Parfum, die heeft mijn moeder erin gedaan, dus helemaal leuk. En daar heb ik dus meerdere boxen van gemaakt en die gaan dus naar mensen die het niet breed hebben. Ga ik dus doneren. Dit is bijvoorbeeld weer een box. En daar doe ik deze parfum ook nog in. Nou, en zo zitten dus overal horloges in, van Clem & Clow, van allerlei dingen wat nog nieuw is. Ja, daar heb ik dus al het een en ander voor op de post gedaan. En hier heb ik er nog 3 die ik vandaag even op de post ga doen. Hier heb ik nog 1. Heel erg leuk, met echt heel veel nieuwe dingen. Goed, dat is dus voor mensen, want ik heb zelf, krijg best wel veel opgestuurd en ik krijg gewoon heel veel. En ik kan gewoon niet alles gebruiken en testen en veel geef het dan weg aan vrienden. En dat doe ik ook heel vaak, maar nu leek het me leuk om boxen te maken die ik ga geven aan mensen die het dus niet breed hebben. Die eigenlijk geen geld hebben en ook geen geld voor cadeautjes, bijvoorbeeld onder de kerstboom. Dan hoop ik dat ze er blij mee zijn. Het gaat bijvoorbeeld ook naar een pleeggezin, dat vind ik zelf ook heel erg mooi. En dan komt het onder de kerstboom terecht. Dus een beetje voor het goede doel dus eigenlijk. Dus dat ga ik straks even opsturen. Het zijn wel grote pakketjes. Dus dat moet ik even goed inpakken dat dat niet allemaal kapot gaat. Dus ik ga zo even naar de Jumbo. En dan ga ik nog wat boodschappen halen voor de wafels die ik wil maken als lunch. En dan ga ik gelijk de pakketjes op de post doen. Oh ja, en wat betreft de kerstcadeaus ben ik goed losgegaan dit jaar. Ik kan het natuurlijk nog niet laten zien, want deze vlog komt voor kerst online. Maar echt, ik heb voor iedereen zoveel cadeaus. Je hebt al de kerstboom vanochtend kunnen zien. Het staat helemaal vol met cadeaus. Ik heb echt heel veel cadeaus voor mensen. Eigenlijk voor iedereen bijna die ik ken. En hier staat nog... Deze doos staat helemaal vol van de Xenos. Was voor een samenwerking. Maar dat heb ik dus nu gevuld met cadeaus. En het zat dus helemaal tot overvol vol. En dat staat nu onder de kerstboom. En de rest is dus voor mensen die hier niet thuis wonen. Bijvoorbeeld voor, nou ja, mijn vriend zit wel onder de kerstboom, maar dit is nog voor wat voor mijn schoonfamilie en voor Lisa. En dat van Marit staat nog beneden, dus ja, echt heel erg leuk. Mijn haar echt ontploft. Maar goed, ik hou er altijd wel van om dus kerstcadeaus voor iedereen te geven en te maken. Ik vind dat heel erg leuk. Ik ga nu die doos meenemen en dan ga ik zo naar de Jumbo. Oh ja, vet geinig. Ik heb dus deze decemberkalender met dobbelen gewonnen. Niet alleen dit hoor, echt hele leuke dingen. En ik heb 5 euro gewonnen, dus die ga ik zo ook inleveren. Nu eerst ga ik nog even een handgeschreven briefje maken die ik in elke box doe. Met dat ze dat dus krijgen van mij. En ja, zodat het niet is van, waarom heb ik een box gekregen? Want voor iedereen is het eigenlijk een verrassing. Het is allemaal via via gegaan. Dus dat ga ik nu even 3 van die brieven schrijven. Were the days, they move easy. Op naar het postkantoor. Zo leuk. Het is zo zwaar. Ik ga het alleen even heel lelijk allemaal inpakken met wc-papier of zo. Omdat ik echt bang ben dat het allemaal kapot gaat. Want ik heb geen bubbeltjes plastic thuis. Maar goed. Daar gaat het niet om. Oh my god. Het is zwaar. Het is ook echt vet koud. Het is 1 graden vandaag. Dus ik heb lekker mijn mutsje op van Shein. Ik heb nog nooit op gehad. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Maar ik heb dus de pakketjes ingepakt. Met keukenpapier, een beetje verpakt. En ik heb nu deze gigantische tas. Het steekt ook een beetje uit. Oh, maar het is echt heel zwaar. Ik ga nu naar de Jumbo lopen. En even nog wat boodschappen halen voor de wafels. Zware tas, gelukkig is het dichtbij. Dus dan hoef ik niet zo heel ver te lopen. Maar ik vind het wel lekker in de kou. Even een wandeling maken. Dus, groetjes. Het is ook letterlijk de straat om en dan ben ik er, want daar is de Jumbo al. Dus het is ook echt totaal niet ver. Ik liep dus al bijna de Jumbo binnen. Toen dacht ik, oh shit, mondkapje. Dus ik zoeken. Gelukkig had ik hem mee. Maar niet bewust gepakt of zo. Dus gelukkig. Ik dacht, oh shit, naar huis lopen. Maar ik had hem. Boodschapjes zijn binnen.
best gezonde boodschapjes geworden. Ik had natuurlijk bieten wraps en zo. En daar maak ik altijd hele lekkere wraps van. Met spinazie en hoe heet dat? Zuivelspread. Klinkt heel vies. Is echt heel erg lekker. En tonijn en zo. Maar die ingrediënten had ik al thuis. En natuurlijk havermelk voor de wafels die ik zo ga maken. Want ik drink geen gewone melk en zo meer. Dus vandaar. Ik loop nu snel naar huis. Tijd om de wafels te maken. En dat doe ik in deze wafelijzer. Daar gaan we. Beetje veel, maar goed. Ik heb dit al een keer op Instagram gedeeld dat ik deze gezonde wafels ging maken. Want het is dus 100% vegan, weet je, plantaardig, gezond, zit geen suiker in, geen troep. En daar kreeg ik heel veel vragen toen over. Dus er komt een serie aan op mijn kanaal. In januari gaat die van start. Dus daarover later meer. Maar de eerste recept van die serie is deze wafels. Dus mocht jij interesse hebben, wacht zeker even tot januari, tot die video online komt. Daar zou ik dan het recept delen en hoe ik dat dus maak. Hij is namelijk wel echt lekker en gezond. Dit ziet er toch al lekker uit. Tadaa, deze is voor mij. Ik heb ongeveer 3,5 wafel eruit gehaald. En dan gewoon wat honing en een klein beetje poedersuiker en kaneel. En een kleintje voor mijn moeder met Griekse yoghurt, honing en kaneel. Hey snoepjes. Hi. Oh. Oh, wat zielig. Helemaal nat geregend. Zo zielig. Check dit. Oh my god, ik ben echt de hele middag verder. Echt super vieze handen. Ik ben lekker gaan tuinieren. Nee, het hok was dus helemaal zeikernat. Echt super zielig. Oh, wat is dit joh. Ik ga het zo even fixen. Ik ben er helemaal verkouden van. Maar ik ga nu de konijntjes helemaal schoonmaken. Kammen. Echt super zielig vind ik het gewoon. En nu is het hier leeg. Dus hier komt de tafel weer terug te staan. Hier stond het konijnenhok. En die hebben we nu verplaatst naar hier. Want dat wilden we al doen. En dit leek ons het perfecte moment aangezien het nat gericht was. Dit kan namelijk, hier zitten onze containers in. Dus dan doen we die er gewoon nu even uit. En dan doen we gewoon de winter nog lekker hier. En in de zomer staan ze ook bij mijn vader. Want ze gaan verhuizen, zeg maar. Mee verhuizen. Dus ja, deze kan gewoon dicht. Er zitten hier twee van die deuren in namelijk. Dus dan is dit gewoon beschut. We laten het gewoon lekker open. Maar stel het gaat echt vet hard sneeuwen. Of echt super hard naar binnen regenen. Dan kan hij gewoon lekker dicht. En dan hebben ze gewoon nog lucht en zo. Dus ja, dit is beter. Hier worden ze gewoon niet nat. En ja, top. Ga maar zitten. Het is toch niet normaal hoe erg mijn konijnen aan het haren zijn. Oh, oh, oh. En ik kam ze echt 2 keer in de week. Nou, klaar. Eindelijk. De hele middag bezig geweest met deze knappies. Ja. Hey. Maar nou is het ook klaar. Top. Laat de winter maar komen. Oké, het is 4 uur en het is al donker. Dus sorry als de belichting gewoon eigenlijk echt slecht is. Maar er komt nog een pakketje binnen. En dat is van Bijou MC. En daar heb ik heel vaak al samenwerkingen mee gehad. Hoe cute ziet dit eruit. Echt te leuk. En een leuk kaartje. En ik heb ook nog een leuke kortingscode voor jullie. Met de code VLOOR15 krijg je kijkers 15% korting. Dus ik zou hun website even in de beschrijving linken. Want ze hebben dus echt hele leuke sieraden. Maar ze hebben dus nu ook in december dus een giftbox. Dus dan krijg je dit. En daarin zitten dan 4 items. En dan kun je kiezen zilver of goud. Hier zit ook bij waar je hart sneller van gaat kloppen. Nou heb ik stiekem al gespiekt. Of nou ja, niet gespiekt. Ik weet wat ze heeft opgestuurd. Dus ik weet als het goed is wat erin zit. Maar ja, dit kun je dus bestellen voor Sinterklaas. Leuk voor onder de kerstboom. Oh, hoe leuk is het weer ingepakt. En daarin zit een hele leuke gouden scrunchie met glitter. Dat is altijd goed. En dan nog een doosje met heel erg leuk. Volgens mij een armband en nog wat leuke oorbelletjes met van die muntjes eraan. En het 4e item is een kortingscode die ik zelf kan gebruiken voor op de site.
met 5 euro korting. Maar die kan ik natuurlijk niet delen, want hè, dan kunnen jullie hem allemaal gebruiken. Maar ik heb dus een leuke 15% kortingscode. Dus check even de beschrijving en bijou MC. Heel erg bedankt voor het opsturen hiervan. Heel erg blij mee. Ik ga even mijn sportkleding aantrekken en dan ga ik lekker sporten. En vanavond ga ik even helemaal niks doen. Na het sporten ga ik eten en haal ik Sander nog even op. En dan gaan we lekker die Princess Switch deel 2 kijken, want die wil ik graag zien. Die kerstfilm. En eigenlijk verder niks. Hij blijft hier ook slapen. Even chill, want dat is ook echt wat ik even nodig heb. Want ik heb net weer even zitten werken, terwijl het eigenlijk een beetje mijn vrije dag was. Dus dat moet ik echt niet doen. Dus ja, lekker nu niks. Het is 4 uur. Lekker stoppen met alles. Lekker gaan sporten. En ik zeg heel vaak lekker, ga ik nu mee stoppen. Nou, sportsoutfitje heb ik aangetrokken. Ik heb gewoon nog even deze sweater dus aan, want het is koud buiten. En daarbij een Adidas sportshirtje. Je ziet het nu niet, daar. En een legging van... geen idee, die heb ik nu al wel even. De bed trouwens, heel leuk nieuws, komt te koop. Daar hoort hier dus nog een matras in. Dan heb je dus een 2-persoonsbed, maar ik kan hem ook weer inschuiven. Het is een bed van de IKEA en hij heeft hier dus allemaal lades, 3. Maar daar zitten mijn schoenen in, dus dat kun je zien. Maar hier een matras overheen, heb je dus een 2-persoonsbed en je kan hem weer terugschuiven. Mocht jij interesse hebben, stuur me even een DM op Instagram, dat is @floordelver. Maar daarover dus later meer, want in januari ook ga ik deze kamer ook helemaal makeoveren. Ik ben een beetje klaar met dat roze, een beetje met hoe ik het heb staan. Ik ben er gewoon een beetje klaar mee. Daarbij wil ik een echt 2-persoonsbed, niet één die ik moet uitschuiven, want dat vind ik gewoon gedoe. Omdat mijn vriend en ik gewoon wel vaak samen slapen, dus moet je elke keer weer dat ding uitschuiven. Nou, echt irritant. Dus ik ga het hier helemaal veranderen. Het wit wordt opnieuw wit. Dat roze krijgt een nieuw kleurtje. Nieuwe indeling, alles. Dus gaat ook heel veel weg. Maar die room makeover video's komen dus ook nog aan na de verhuisvlogs bij mijn vader. Dus daarom gaat dat bed weg. Dus ja, stuur me echt een DM of in de reacties iets. Als jij nog een bed zoekt, een 1-persoonsbed die naar 2-persoonsbed kan, dan is die voor jou. Ook de konijnen hebben verlichting. Heb je zin in sporten, mam? Nee, eigenlijk niet. Jij dan? Nee, ik ook niet. Word er wel warm van. Ik denk niet dat kijkers begrijpen wat je zegt, als je dat zegt. Kijk wat het wordt. Nee, bijna. Kijk wat het wordt. De helft weet volgens mij ook niet dat ik uit Twente kom. En de helft zegt ook dat ik raar dingen zeg. Ja. Accent. Ja, sorry. Niet altijd uit je woorden. Nee, ik kom ook niet altijd uit mijn woorden, nee. Oké. Okay. Ik kreeg dus comments dat ik gehaald, heel raar zeg. Ik zeg gehaald. Mam, zeg jij het eens? Gehaald? Nee, nu doe je expres goed. Nee, ik zeg altijd gehaald. Zeg je altijd gehaald? Ik zeg gehaald. Beetje Twents. Wat? Hoe zeg jij gehaald? Gewoon gehaald. 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 Even kijken op de deur. Ik hoop niet dat we moeten krabben. Oeh, cold. Oké, ik ga rijden. Fietser. Ik ga nu naar sport. En mijn zus en mijn moeder gaan ook. Ik zit trouwens op CrossFit. Ik krijg wel eens de vraag. Nee, dat gaat niet goed. Waar ik sport en welke oefeningen ik doe. Maar ik zit op CrossFit. Nou, waarom doet hij niet? Dus dan heb je personal trainers-achtig. Dus die bepalen wat ik doe. En ik kan je zeggen, je bent altijd gesloopt. Nou, mijn zus en mijn moeder zitten ook op CrossFit. Dus ja, we gaan nu lekker sporten. En dan hou ik daarna ook dit plukje. Waar zit dat? Hier. Dan hou ik daarna ook Sander op. Ach, hè? Kapot. Tijd om chocomelk te maken. En ik had dit gekregen met het dobbelen. Dit zijn allemaal chocomelk smaken. En het komt van Xenos, echt super leuk. Ik ga voor deze. Salted karamel. Even kijken. Sander wil snickerdoodle. Mijn zus wil deze. Karamel. En mijn moeder vanille. Ik ben heel erg benieuwd. Hier moet je water toevoegen. En dan heb je het. De eerste die ik heb erin gedaan. En het ruikt super lekker. Echt. Niets normaal. De auto tikt gewoon de bal aan. Mensen, hoe vonden jullie de chocomelk? Fantastisch.
Lekker. Nee, ja, oprecht lekker, hè? Ja, okay. Echt een aanrader. Dus we gaan nu FIFA doen. Ik kan nooit van een meisje. Gezellig. Ja, oké, maar ik haal die nog wel. Wat zijn we? Oh, begin maar al. Kijk, we beginnen al. Jij bent roze, hè? Vet leuk deze gekeken. En nou gaan we deze kijken. Ik zag gewoon dat ik hier chocomelk had. Top, dat poeder zat gewoon helemaal op mijn neus. Ik heb alles zitten proeven, dus het kwam helemaal op mijn gezicht. Dus dat zag je op mijn neus, inderdaad. Ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond jij het leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar maak ik me heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie deze december vlog leuk vonden. En er komt nog zeker meer december content aan en gewone content. Dus stay tuned en ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!